Welkom en leuk dat je weer kijkt naar golfvrouw.nl. Vandaag staan we op golfbaan Sluispolder in Alkmaar en ik wil het met jullie over spin hebben. Want vaak krijg ik op mijn lessen de vraag van hoe krijg ik nou meer spin op mijn bal en hoe komt die nou terugrollen? Nou, dat is natuurlijk best wel een lastige opdracht, maar toch wil ik jullie een paar tips daarover geven. Allereerst zijn de voorwaarden heel belangrijk. Dat wil zeggen, je clubblad moet absoluut schoon zijn. Die groeven in je clubblad moeten nog helemaal up-to-date zijn, anders is het tijd voor nieuwe wedges. Dan is je bal ook heel belangrijk. Je moet zorgen dat die bal in ieder geval schoon is en dat het een goede zachte bal is, want dan kan je meer spin op de bal krijgen. Nou zijn de omstandigheden waarin je gaat spelen ook heel belangrijk. Je hebt eigenlijk een wat hardere ondergrond nodig met weinig gras eigenlijk. Hè. Dus als er namelijk al een sprietje tussen jouw clubblad en de bal zit, kan je al minder spin slaan. Dus dat wil zeggen dat kan je dat eigenlijk alleen maar een beetje in de zomer doen. Ja, alleen we kunnen het wel alvast technisch trainen. Want wat is er technisch heel belangrijk? Je moet zorgen dat je eerst de bal raakt en dan de grond. Dus niet eerst de grond, want dan haal je alle snelheid eruit. Je moet zorgen dat je eerst de bal raakt en dan de grond. Nou, ik heb hier voor mijn bal een kleine tee in de grond geprikt. En ik wil dat je gaat proberen de bal en de tee weg te gaan slaan. Een paar kleine voorwaarden nog voordat je daarmee gaat beginnen. Balpositie ligt in het midden van je borstbeen, dus recht tegenover je borstbeen. Je zet je clubblad ietsjes open. Dat wil zeggen dat je hem niet eerst vastpakt en dan open draait. Nee, je draait al van tevoren je clubblad open. Nou, dan pak je je grip vast en vanaf daar zet je je borstbeen weer voorbij de bal, gewicht op je linkerbeen. Nou, omdat je nu een heel klein beetje naar de rechterkant staat, omdat je clubblad die kant op staat, hè, zet je hem ietsjes open met je voeten en dan sta je goed. Nou, probeer dan eens een paar keer die tee uit de grond te slaan. Ik ga het voor jullie voordoen. En dan is het ook nog belangrijk hoe de green is. Is de green hard, zacht? Dus de omstandigheden moeten wel heel goed zijn. Nou, je ziet dat mijn clubblad nu vies is. Ik heb altijd een handdoekje in mijn zak of aan mijn tas. Zorg dat hij weer schoon is en dan kan je je volgende bal gaan slaan. Succes met trainen. Best een pittige opdracht, maar wel leuk om te gaan proberen. Tot de volgende keer. Dankjewel voor het kijken. Duimpje omhoog voor deze video. Like ons op Facebook, Instagram en bezoek regelmatig onze website. Tot de volgende keer.